Joost, dan zit het erop. Ja, nu zit het er echt op, ja. Ja. Nou, het voelt nog steeds niet helemaal zo. Maar ook omdat ik gewoon bij de club blijf natuurlijk. Maar ik zal straks echt niet meer op een professionele manier met voetbal bezighouden. Dus ja, het is een mooi einde geweest. Dus ik ben zeer dankbaar voor alles. En het was een hele mooie afsluiting zo. Met wat voor gevoel heb je na deze dag toegeleefd? Nou, niet eens zo weemoedig. Ik wilde graag een afscheidswedstrijd. Desnoods had ik het zelf georganiseerd. Dus ik was sowieso heel vereerd dat Zwolle het voor mij geregeld had. Dus dit vind ik gewoon een mooie afscheid. Bestaat niet bij Zwolle. Nog heel veel mensen open dag. Heel veel mensen die gekomen zijn. Die de moeite hebben genomen om uit Zweden of Kazachstan of weet ik veel van waar te komen. Dus met dat gevoel van nog één keer echt genieten. Nog één keer als voetballer heb je gewoon een bijzonder leven. Je wordt op het veld toch door de andere ogen bekeken. En dat is nu voorbij. Het zij zo. Ik vind het ook mooi geweest. Waarom was het voor jou belangrijk, een afscheidswedstrijd? Ja, om het goed om het af te sluiten. Omdat ik aan het voetbal zoveel mooie dingen te danken heb. En dat zeggen wel eens dat voetballerij hard is. Maar ik heb wel gewoon heel veel vrienden aan overgehouden en daar ben ik heel dankbaar voor. Hoe is het met de tranen? Waren die er toen je het veld afliep? Nee, toen ik het veld afliep niet. Alleen op een gegeven moment kijk je iedereen een beetje in de ogen en dan komt het vanzelf altijd wel een beetje. Of als je erover praat of met name als je naar je vrouw kijkt of je ouders. Dan zie je bij hun ook al iets in de ogen. Of mijn beste maatje, Ivan van Dinteren. Dus dat maakt het wel moeilijk, alleen het gaat. Ze zijn wel dichtbij altijd. Onvermijdelijke vraag. Wat was nou het mooiste moment? Was dat je debuut of de buitenlandperiode, Nicosia? Eigenlijk heb ik zoveel momenten meegemaakt dat het oneerlijk is om daaruit te kiezen. Sportief moet ik zeggen dat toch voor mij spelen in de Champions League. Dat leek voor mij zo ver weg na 10 jaar voetballer te zijn geweest. En dan beland je op Cyprus en speel je opeens in de Champions League. Dus dat is geweldig, maar al heel snel komt daarna natuurlijk de beker met Zwolle en ook de beker met Utrecht. Dat zijn echt fantastische prijzen om te pakken. Dat noem ik al 3 mooie momenten en dan vergeet ik nog heel veel dingen. Straks trek je voor de laatste keer het shirt uit, dan gaat het pak aan. Kom je in de organisatie bij Paxful? Wat ga je nou precies doen? Nou, ik word commercieel directeur. Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor sales, dus sponsoring en de stoelen verkopen, de borden. En ook voor events en communicatie. Dat komt allemaal onder mij te vallen. En daarin hoop ik een steentje bij te gaan dragen om Zwolle nog verder te laten groeien. Ben je daar nu al mee bezig of is het echt iets waar je straks mee bezig gaat? Ik heb het zoveel mogelijk... Sowieso tijdens dat ik nog aan het voetballen was, van me afgesloten. Natuurlijk ben ik wel eens op de hoogte gesteld van de zaken die speelden. Ik heb ook in mijn vakantie, het stond niet helemaal stil, maar wel zo goed als stil. En nu de laatste dagen wordt al steeds meer, maar woensdag begin ik. Dan krijg je een soort inwerktraject, hoe je het wil noemen. En dan uiteindelijk zal ik het straks helemaal zelf gaan rooien. Mooie carrière, mooi afscheid en een mooi begin. Dan heb je het goed samengevat. En ik neem het goed voor afscheid en ik heb heel veel zin om straks te gaan beginnen.